Een hele goede middag op deze woensdag. Het is vandaag 1 april. Leuk dat je meekijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik ben klaargemaakt. Ik ril omdat ik het hartstikke koud heb. Het is buiten niet eens zo heel erg koud, maar ik heb het gewoon ijskoud. Ik weet niet wat het is. Ik heb ook gewoon weer verschrikkelijk geslapen. Nachtmerries. Het is zo naar dat je gewoon zo slecht ervan slaapt. En ja, dat breekt mij eigenlijk een beetje op. Ik kan nu natuurlijk ook niks met de nachtmerries doen, omdat alles stil ligt. Dus ja, het is gewoon zo vervelend allemaal. Gisteravond heb ik naar de persconferentie gekeken. Ik denk half Nederland wel. Alles is natuurlijk verlengd tot 28 april. Ik had dit verwacht, eerlijk gezegd. Ik had wel verwacht dat het naar een verlenging toe zou gaan. Maar eigenlijk had ik hem wel wat langer verwacht. Ik vind 28 april nog vrij kort. Als we van 6 april naar 28 april gaan, dat vind ik nog vrij kort. Aan de ene kant is er misschien voor de horecaonderneming nu wat meer hoop dat ze na 28 april weer open kunnen. Ikzelf ben er bang voor, ben ik heel eerlijk in. Ikzelf denk niet dat het na 28 april allemaal klaar is en dat we weer allemaal ons leven kunnen leiden zoals we dat deden. Daar ben ik heel bang voor dat dat niet gaat zijn. Maar ja, en dan hoor ik ze ook zeggen, er zijn wat lichte splietjes die omhoog komen. En dat snap ik dan niet zo goed, want dan denk ik van, maar weet je, in het nieuws, het is natuurlijk allemaal één negatieve vibe. En ik hoor vooral de negativiteit. In het nieuws wordt vooral benadrukt, zoveel mensen zijn nu weer overleden. Ook nu doet dat steeds, je krijgt elke week een update. Zoveel besmettingen erbij, zoveel mensen er weer bij overleden. Maar ik vind het gewoon jammer dat je te weinig hoort over mensen die er goed zijn uitgekomen. En dan vooral ook in het nieuws, hè. Want ik bedoel, ik lees wel eens wat op internet dat er staat, oh, mensen zijn genezen. Nou, dat is hartstikke fijn, maar breng dat ook in het nieuws. Want dat heeft dan toch een klein positief puntje in deze moeilijke tijden, denk ik, voor iedereen. En dat vind ik lastig. Dat vind ik gewoon heel moeilijk. En ik zelf denk ik dat het misschien nog wel handiger was geweest om door te trekken tot naar de meivakantie. Hè? Want meivakantie zit er alweer aan te komen. Volgende maand. Ik bedoel, we zitten net in april. Hallo. Maar ja, ik denk dat het beter was geweest om hem iets langer door te trekken. Maar goed, dat is iets wat ik vind. Ik zit gelukkig niet in de politiek. Ik hoef er geen beslissingen over te nemen. Maar ik denk dat ik hem, ja, dat ik dat nog een beter idee had gevonden. Nu word je net getrokken tot één dagje na Koningsdag. Nou ja, het wordt toch al niet gevierd, want alles is gesloten. En je mag niks. Wat ik ook wel gek vind, is dat ze in de Eredivisie nog helemaal niks hebben besloten. Er is nu wel besloten dat de Ik kom even niet op het woord. De amateurvoetbal, dat gaat gewoon niet meer hervat worden dit jaar. Dat is gewoon helemaal klaar. Het seizoen is al over. En voor de Eredivisie zijn ze er nog steeds eigenlijk niet over uit. Ze zijn nog steeds een beetje in beraad van wat is handig. Ja, je hebt een paar keuzes waar eigenlijk volgens mij een paar van afvallen. Eén, je gaat het spelen zonder publiek. Nou, dat wordt hem sowieso niet, want je loopt met 22 man op een veld. En je kunt met voetbal geen 1,5 meter afstand houden. Dat gaat gewoon niet. Twee, was het helemaal aflassen, het seizoen stoppen en drie was geloof ik alles inhalen. Maar of dat gaat werken, jongens, dat weet ik ook niet. Want er moet je zoveel wedstrijden inhalen. Ik bedoel, volgens mij waren we net op de helft. Weet je hoeveel wedstrijden dat zijn? Dat gaat geen enkele club gaat dat trekken. Ja, en dan denk ik maar geen kampioen dit jaar. Dan denk ik dat je volgend jaar een nieuwe kans hebt. Het is denk ik even niet anders. Kijk, ik ben voor Ajax. Ajax staat bovenaan. Maar als je naar het puntensaldo of aantal doelpunten gaat kijken, zou PSV AZ kampioen zijn. Je weet niet hoe ze dat zullen beslissen. Ik denk dat het gewoon goed is dat ze het gewoon helemaal niet meer gaan hervatten. Ik vind het super jammer, want ik vind het echt heel saai, ook zonder voetbal. Maar dat zal voor andere mensen die van andere sporten houden ook zo zijn. Maar ja, laten we eerst maar hopen dat die corona snel Nederland uit is. Of überhaupt de hele wereld uit natuurlijk.
Dus ja, dat wilde ik daar even over zeggen. Ik heb gisteravond gekeken naar Cash or Trash. Ik had het eigenlijk nooit echt gezien, maar er was verder ook niks. Ja, ik moest alweer lachen. Ik vind Martien Meijon, die moest er wel gewoon om lachen. En sommigen die hebben dan echt objecten en dan denken ze echt dat het heel veel oplevert. Dan is het echt onderhandelen van hoeveel zou ik ervoor willen geven. En nou ja, sommigen die gaan echt gewoon met een leuk bedrag naar huis en anderen die krijgen er wat minder voor. Dus ja, dat soort dingetjes. En daarna, ja, Paleis voor een Prikkie stond erop. Ik heb het niet echt gevolgd omdat ik het al had gezien, maar er is verder niks. Ik heb verder de vlog afgemaakt, dus die is al klaar. Dus dat is wel fijn. En ik heb, zit er één meer aan te kijken jongens, Gossip Girl gekeken en Rex. Nu ga ik zometeen de woonkamer doen. Wat ben je aan het doen, tijgertje? Kom van tafel. En ik ga vanavond boodschappen doen. Ik weet nog niet hoe laat. Maar dat is dus eventjes. Ja, ik krijg wel te horen hoe laat ze komen. Dus dan ga ik even boodschappen doen. Ja, want ik denk ook niet dat degene die altijd met me mee gaat voorlopig welkom nu alles doorgetrokken is. Dus even afwachten. Ik ga een stopje maken, muziekje aanzetten. En dan ga ik maar even aan de schoonmaak. En daarna ga ik wel even kijken wat ik nog kan doen. Ik moet eigenlijk nog een schilderijtje in de slaapkamer ophangen. Dus ik ga gewoon even kijken. Maar nu eerst maar eens eventjes hier aan de gang. Ik ga jullie erbij zetten. Nou ja, het schilderijtje hangt dus. Ik vind hem daar echt heel leuk hangen. Eén nadeel, al die vieze stoffen hier. Maar goed, ik ga toch vanuit de slaapkamer doen. Maar ik ben hier heel erg blij mee. Katten hebben net gegeten. Ik heb nog even wat getekend voor mijn bullet journal. Heb ik jullie verder ook niet bijgezet. Was toch niet echt noemenswaardig. Dus ja. Want ik ben gewoon kapot. Oh. Wat blij dat de woonkamer weer lekker schoon is voor zolang het duurt. Ik heb leuk mijn ding omgedraaid en het klopt niet. Ja, ik moet nu wachten tot ik een appje krijg zodra ze onderweg zijn voor de boodschappen. Dus vanavond wordt het allemaal iets later met eten en douchen en zo. Maar goed, ik ga zo nog even relaxen. Dan ga ik vanavond heb je, Frans Bauer. En Stedelijk staat arm, neem het dan even op. Dus ik ben wel benieuwd. Ik vind altijd wel leuke programma's. Dus dat ga ik even kijken. Ja, voor de rest gewoon Rex en Gossip Girl. Dus dat is eigenlijk een beetje de planning. Even een blogpost online zitten. Ik moet nog een foto van maken. Godverdamme. Ja, dat komt straks wel. Het is lang licht. Komt wel goed. Vlog is gelukkig klaar. Ik moet alleen nog de thumbnail maken. En hij moet geüpload worden. Maar dan is dat ook wel weer klaar. Nu ga ik echt even relaxen. Want ik heb geen energie meer. Oh, het slapen sloopt me zo, jongens. Verschrikkelijk.
Ik ga jullie in ieder geval morgen weer zien. Ik ben blij dat mijn schilderij hangt. Ook al heb ik mijn hand een beetje verdraaid met boren. Zelfs van die klusjes waar ik nooit zoveel zin in heb. Maar ik ben wel weer blij dat die nu hangt. Dus dat is top. Ik ga jullie morgen zien. En ja, ik laat dan ook even niet meer de boodschappen zien die ik heb gedaan. Dat is toch een beetje elke week hetzelfde. Het is nu allemaal een beetje lastig. Wie weet als ik volgende week op een ander tijdstip ga dat ik het wel weer kan doen. Maar ik denk dat ik het voor deze week even laat. Of ik moet de spullen nog niet opgeruimd hebben. Dan kan ik het morgen eventueel even doen. Maar dat weet ik nog niet. Ik zou in ieder geval bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is 2 april. Ik ben klaargemaakt en ik zit met Muis. Muis is daar ook gezellig. Ik heb het wederom koud. Maar wel minder koud als gisteren. Want gisteren bierde ik echt gewoon dat ik het zo koud had. Wat zit mijn plukje daar? Nou, die moet ik even goed doen. Dat is een irritatiepuntje. Ik zet jullie eventjes neer. Ja, dat ik het dus minder koud heb. Maar gisteren was het gewoon echt heel koud. Ik lag in bed ook zo te bibberen, ondanks mijn kleren. Toen dacht ik, oh, hoe komt dit goed? Uiteindelijk komt het gewoon goed. Gisteravond de boodschapjes gedaan. Die kan ik jullie zo wel even nog laten zien. Ik heb sommige dingen al wel opgeruimd hoor. Denk aan vlees en vriezerspullen. Die heb ik natuurlijk al opgeruimd. Maar er staan nog wel wat dingen die ik wel even kan laten zien. Het was eigenlijk vrij rustig in de supermarkt. Liepen wel wat mensen. Meestal om dat tijdstip waarin ik nu was gegaan, zijn ze aan het bijvullen. Dus ja, je hebt wel heel veel personeel wat dan rondloopt. Maar ja, goed, dat geeft niet. Weet je, het is gewoon als je ergens bij moet, vraag je gewoon even netjes van goh, mag ik even bij. Dan gaan ze gewoon aan de kant. Dus dat was allemaal prima. Ik was rond 7:30 thuis. Toen heb ik gauw gedoucht en heb ik even gegeten. En daarna heb ik Frans Bauer gekeken, wat ook wel weer heel mooi was. Goed voor elkaar heet het, geloof ik. Hij liep mee met een dokter. Die was in de 80, die man, geloof ik. Denk ik. En die hielp dus mensen die dus zelf niet naar een reguliere dokter kunnen. Hij was ook gewoon dokter, maar eigenlijk was hij al gepensioneerd. Dus denk aan daklozen en ja, dat soort mensen, zeg maar, die hielp hij. Super, ja, super goed eigenlijk. En daarna, oh ja, met een soort reddingsdienst, maar dan op zee, zeg maar. Er was één man die heeft een val gemaakt tijdens het duiken en die had zijn nek gebroken. En wonder boven wonder had hij het overleefd. Hij had een hele stylage op zijn hoofd. Ik weet niet of dat voor altijd is. Maar nou ja, dat maakt ook niet uit. Maar in ieder geval, dat hield die nek zeg maar op zijn plek ook, geloof ik. En die wilde die mensen bedanken. Omdat ze dus ja best wel dapper werk ook doen. Omdat ze toch heel veel mensen dus redden die of vermist zijn in de zee. Of ja, een ongeluk krijgen zoals deze man. Dat was wel heel mooi. Daarna heb ik Steenrijkstraat Arm gekeken. Dat was ook een hele mooie uitzending. Dat waren twee mannen. Die ene die kende ik eigenlijk nog uit de soap van Barbie. Hij heet Giel. En in die soap was hij eigenlijk best wel over de top. Maar nu was het echt een hele gewone jongen. Ik heb het niet helemaal vanaf het begin gezien helaas. Want ik had het opgenomen. En heel soms dan pakt hij hem. Stelt hij in echt op 8:30. Ja, en als het dan al iets eerder begint. Dan heb ik dus het beginnetje niet. Dat mis ik dus wel van vroeger. Dat je met je videorecorder. Dat je dat gewoon echt kon instellen. Dat je dan echt. Dan kon je 10 minuten van tevoren laten lopen. Dan liet je hem nog 10 minuten daarna lopen. Dan wist je zeker dat hij erop stond. Dat kan tegenwoordig niet meer. Ik weet nog wel dat we een tijd hebben gehad dat we het ook zelf konden instellen met zo'n ding. Maar toen woonde ik nog thuis. En ik denk dat we toen Ziggo hadden. Maar dat weet ik dus niet zeker. Zelfs UPC toen nog. Maar dat weet ik dus niet precies meer hoe dat zat. En tegenwoordig druk je gewoon op het programma wat je graag wil opnemen. Je drukt op de knop record en hij neemt het op. Dus op zich is dat natuurlijk allemaal helemaal vermakkelijkt. Een woord, nee. Maar ja, in dit soort situaties is dat een beetje jammer. Het was een dubbele aflevering. En ja, die tweede aflevering die kende ik al. Ik heb verder ook niet meer gekeken. Maar die eerste aflevering was heel erg mooi. Het was een samengesteld gezin. Ze waren wel eens met 7. Nu waren ze met 5. Die man die had 2 kinderen uit een eerdere relatie. En die vrouw ook. Samen hadden ze nog een kindje.
Maar gewoon heel dankbaar. Die meisjes die kregen een potje nagellak en heel blij ermee. Het was gewoon heel mooi. Ik heb eventjes mijn artikel online gezet. De vlog heb ik ingepland. En ik heb nog naar Gossip Girl gekeken en een reactie. Dat was verder mijn avond niet heel bijzonder. Ik zal zo even naar de boodschappen lopen. Die staat in de keuken, dus ik hoop dat we een beetje goed beeld hebben. Ik heb mijn medicijn opgehaald, dat is ook al heel belangrijk. Goed, wat zit er in de tas? Allereerst heb ik hier flesjes water staan. Bruisend water vind ik heel erg lekker. Ik heb een rol inpakpapier, maar dat had ik vorige week al gekocht. Maar dat lag dus nog bij mijn vader in de auto. Ja, slim. Rolletje of een pak wc-papier onder het mom van, nee, je weet het niet. Ik heb een pak zat met brokken voor de katten. Fijne was, dit gebruik ik altijd voor de... Het beeld is niet zo lekker. Ik ga even andersom zitten. Ik denk dat het beter is. Voor de handwas gebruik ik dit altijd. Dit is veel te krap hier natuurlijk. Maatverband. Eventjes dit spul voor de badkamer. Want dat voor mij, dat raakt alweer bijna op. En dat vind ik gewoon altijd heel erg prettig. Dan heb ik deze. Deze was in de korting bij de Lidl. Dit is shower gel. Een hele grote fles. Volgens mij was het nog 1,50 euro of zo. Ik weet niet hoe het ruikt, maar ik zag het al een tijdje staan. En ik dacht, nou, altijd handig om te hebben. Ik heb even mondwater, want dat schoot ook alweer op. Dan heb ik nieuwe handschoentjes, want die van mij die heb ik gisteren... kapot gemaakt met het boren. Dat zie ik er nog even op het aanrecht. Ook een paar hoe zo is. Ik heb even olie. Die kan ook wel hier blijven. Want ik gebruik het heel veel in groenten. Maar ze hadden dus niet die hele kleine flesje te maken gebruikt. Voor in het potje op tafel waar nu nog peperdoot in zit, hebben paaseitjes. Die waren nu ook heel erg afgeprijsd. Ik heb chocomel. Oh ja, dan heb ik dit gekocht. Ik zag het even. Dit is KitKat. En die was nu in de aanbieding. En je hebt 5 KitKatjes en er waren 2 pakken voor. Ik weet niet eens meer hoeveel. Dus ik heb 2 pakken KitKat gekocht. Had ik zin in. Kijk hoor, dan heb ik nog een shootje. En de boontjes heb ik dan nog. Dus dat zijn alle boodschappen die ik zo gelijk mee even ga opduimen. Ik ga zo even stofzuigen. En daarna ga ik even de action video opnieuw opnemen. Want ik was niet tevreden over het resultaat wat de video had gedaan. Dus ik vond hem hier en daar te wazig. Dus ik heb besloten om die gewoon even opnieuw te gaan opnemen. Dus ik ga de boodschappen opruimen, stofzuigen. En dan ga ik eerst eventjes de video opnieuw opnemen. Zo, de extra video staat er weer op. Ik heb het even opnieuw opgenomen. Ik viel eigenlijk allemaal best wel mee. Je bent altijd wel een beetje zo lang bezig. Maar dat is helemaal niet waar. Want ja. Ik vind dit soort video's gewoon eigenlijk altijd wel een van de makkelijkste om te nemen. Ik doe ondertussen even de spullen een beetje terug in de tas. Dus ik zet het weer even boven neer. Want dan kan ik het vanaf daar gaan opruimen. Dit is dus nu eventjes het, hoe het hier eruit ziet. Wacht even, ik zal jullie even omdraaien. Zodra deze video online komt, de vlog online komt, is deze video toch online geweest. Dus ik stop nu even alles terug. Ruim ik eventjes de camera-spul op. En dan ga ik zo nog even bullet journalen. Want verder, verder met die pagina waar ik gisteren mee aan begonnen was. Maar ik weet nog niet of ik het helemaal oké vond. Maar goed, dat gaan we eventjes meemaken. Zo. Even dit allemaal weer terug in. Dan heb ik nog wat spullen die ik niet zo makkelijk in kan krijgen. Ik zal eventjes het kleedje weer overheen doen. Ik merk toch wel dat ik heel erg bang ben dat de bank beschadigt. En ja, weet je, zolang ik thuis ben, kan dat ook gewoon. Dus, nou, ik ga eerst wel even wat drinken als ik de spullen heb opgeruimd. Ik heb een beetje een droge mond. Ga ik dit eventjes naar boven brengen en dan ga ik jullie er even bij zetten met bullet journal.
waar ik nu mee bezig ben geweest is voor mijn mus. Ik heb allereerst dit gemaakt. Het wordt dus de decemberpagina. Hier wil ik dus december inschrijven. Wordt wel verrekte klein. Maar goed, dat ga ik proberen. Dus dat heb ik gemaakt. Dit wordt januari. Maar hier zul je nog niet zo heel veel van zien. Dit is nog in project. Ik weet niet of het wordt zoals ik wil dat het wordt. Maar ja, ik ga het proberen. Hier zul je later wat meer over zien. Maar december is in ieder geval af op de tekst. Nou, dan moet ik hem alleen nog inplakken. Maar dat doe ik van de week eventjes. Ik vind alleen dat witte dan niet zo mooi. Maar ik vind het ook niet mooi om dit nu kleur te gaan geven, denk ik. Ben ik nog even in overdraad. Maar dit is nog eventjes een dingetje. Ik ga dit even opruimen. Deze drie zijn hier gezellig aan het eten. En muis is afgeluid. Dus ik ga even stoppen met praten. Want anders gaat muis niet eten. Zo. Even opgeruimd. De katten die hebben hun eten inmiddels op. En ik zit nu even lekker op de bank. Want nu heb ik het weer koud. Ik ga nog even lekker relaxen. Vanavond kijk ik naar Gestalkt. Want dat is een nieuw seizoen. Vind ik wel interessant. En daarna meester Frank Visser. En ik kijk weer een aflevering van Gossip Girl. En uiteraard oogappels is het vanavond. Dus dat wordt een beetje mijn avond. Ik moet nog wat foto's bewerken. En misschien alvast wat doen aan de video. Maar ik kom morgen op zich ook. Want morgen heb ik heel weinig op televisie. Dus nou ja, goed. Dat wordt verder wel dikke prima. Ik probeer nog even mijn boot weg te sturen op Heyday. Want dat is weer drama. Heb je weer dingen nodig die niet in de krant staan. Die er normaal in de overvloed in staan. Dus. Straks even lekker douchen en eten. En ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Ik weet niet hoe vol mijn batterij ook nog is. Volgens mij niet super vol meer. Ik ga even mijn week zijreis opruimen. En dan ga ik even lekker relaxen. Dus ik zie jullie dan gewoon morgen weer. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is 3 april. Ik ben klaargemaakt. Ik heb het weer onwijs koud. Maar hey, het mag de pret niet drukken. Ik heb ook een zere arm. Want er was net even een situatie. Als ik uit bed kom, dan vindt muis het heel erg leuk om mijn gezicht af te likken. Ik weet ook niet wat dat is. Ik kan het je niet vertellen. Ik denk dat het komt omdat ik mijn nachtcreme erop heb zitten. Of mijn dagcreme bedoel ik. Vindt ze waarschijnlijk leuk. Tijger wilde op dat moment ook aandacht. En die kreeg ze even niet. En Tijger dacht, ik weet het liefst om jouw aandacht te krijgen. Ik zet gewoon mijn nagels in je arm. Nou ja, toen kreeg ze aandacht. Maar niet de aandacht die ze wou. Want ik was echt even een beetje boos. Want dat deed echt gewoon gruwelijk zeer. Ik weet zeker als ik vanavond onder de douche ga. Dat ik weer een krap rijker ben op mijn arm. Als ik dat zie, want het doet echt gigantisch zeer. Ik voel het nog steeds. Het is echt niet leuk. Dus ik was daar ook echt een beetje boos over. Ik denk trouwens dat ik zo even een vest ga aantrekken. Want dit is ook niet heel erg dik. Dus dat. Ik heb mijn borstel binnengekregen van Kondloop. Het is wel een iets andere borstel. Maar het is in ieder geval weer een borstel. Zo te zien is het een hele nieuwe. Dus nou ja, goed. Ik heb in ieder geval weer de borstel voor mijn eigen stofzuiger binnen. En die man van de post die ging gewoon heel netjes verderop staan. Zette mijn pakketje voor de deur. Hij zei, ja, bedoel mij even zo. Ik zeg, nou ja, top. Dus dat was allemaal prima. Maar hij zit hier nu ook even naast me. Hé? Dat is niet lief, hè, van Tijger. Kom eens, je hebt dat in je oog. Karma is ook echt een bitch. Heb ik ook door. Mijn moeder die vertelde dat de kat bij mijn moeder momenteel een beetje veel aan het overgeven is. Ja, soms heb je dat. Die komt ook buiten, dus je weet niet wat ze buiten meenemen. En ik zei doodleuk. Oh, sinds ik de nieuwe bank heb, hebben ze hier nog niet overgegeven. Ja, fout. Want ik zat gisteravond mijn serie te kijken. Tijgertje die zat bij me op schoot en die begon echt van die kokhalsgeluiden te maken. Dus ik heb er gelijk op de grond gezet. En ja hoor, er kwam weer een hele bende uit. Dus, ik zeg dat soort dingen nooit meer. Ik had het nog afgeklopt, maar dat werkt niet. Ja, make-up vind je niet lekker, hè, muis? Dat ruikt. Gisteravond heb ik gekeken naar Gestalkt. En dat was wel een hele mooie of bijzondere aflevering. Ja, zo'n vent echt. Ik zei op een gegeven moment ook. Ik was even aan het appen. En toen zei ik van, je zou zo'n vent toch wat? Gewoon bellen, inbreken. En ze hebben zo'n dik dossier. Bijna zo dik als de Gouden Gids. En de politie kan er niks aan doen. Nou, hoe dan? Echt. Nou ja, uiteindelijk hebben ze hem geconfronteerd. Wilde hij eerst niet aan meewerken. Uiteindelijk wilde hij wel een gesprek aangaan met die presentator. Maar nou, wat een draak van een vent. Echt. Uiteindelijk was het wel rustig voor haar aan de ene kant. Aan de andere kant niet. Het grootste gedeelte was gestopt. Dus dat was positief.
Daarna heb ik meester Frank Visser uit visite gekeken. Dus dat was ook wel gewoon redelijk normaal. Ik moet zo even mijn kaartje leggen. Dan kan ik ondertussen even stofzuigen. Ik heb ook nog naar kaartje was dus vol. Seizoen 2 van Oogappels gekeken. En dat was... ik had gedacht dat het ene koppel uit elkaar zou gaan. Die zijn toch bij elkaar gebleven. Maar het gaat nog niet je van net. En daarna heb ik... ik heb ook nog een Supergirl gekeken. Dus dat was in de avond. Ik ga even het kaartje legen, de borstel opruimen en eventjes hier stofzuigen. Dan ga ik jullie bij de slaapkamer erbij zitten, want die ga ik zo lekker schoonmaken. Lekker mijn bedje verschonen. Ga even mijn wasje aanzetten. Gewoon even wat dingetjes doen, want daar ben ik ook een beetje aan toe. En ja, eigenlijk het zaagsel opruimen of de borstel op mijn slaapkamer, dat vind ik wel lekker. Dat ga ik nu even doen, dan zit ik hier straks bij. Zo, ik ben klaar. Wat een heerlijk gevoel dat de slaapkamer weer schoon is. En wat een bende was dat boordtroep. Echt niet normaal. Ik kreeg het bijna niet weg. Ik had er heel veel moeite mee. Maar uiteindelijk heb ik het allemaal schoon gekregen. En het voelt echt zo lekker dat het gewoon nu weg is. Ah, ik word er helemaal blij van. Lekker mijn bed verschoten. Ik ga vanavond ook nog super lekker slapen. En ik veeg net in mijn oog, waardoor ik een beetje eyeliner heb uitgeveegd, vrees ik. Hij is fijn. Dus dat was klaar. Ik heb net ook even de groente afgehaald. Dus dat is ook klaar. Alles opgeruimd. En de bonnetjes en zo, dat heb ik allemaal weggedaan. Dus ja, eigenlijk best wel voldaan. Moe maar voldaan eigenlijk. Vanavond. Ja, het is een beetje drama. Er komt een appje binnen, denk ik. Even kijken. Ja, ik ga zo wel even kijken. Je hebt weinig op televisie, tenminste weinig wat ik leuk vind. Ik heb tv-kantine opgenomen, die ga ik sowieso kijken. Maar we hebben geen GTST, geen Flikken Maastricht. En er komt ook niks leuks in plaats van Flikken Maastricht. Althans, niet iets dat mij interesseert. Dus dat is een beetje jammer. Dus ja, sowieso tv-kantine. En voor de rest weet ik het niet. Nou, ik kan daarna de video gaan editen, want dat is ook nog wel even een werkje. Dus dat ga ik dan sowieso doen. En nog even een artikel schrijven voor mijn blog. En dat is het wel. En ik kijk later sowieso Gossip Girl en Oogappels. Maar voor de rest eigenlijk niet echt heel veel waarvan ik nu denk. Dat vind ik leuk. Misschien als ik jullie morgen zie dat ik zeg, goh, ik heb zoiets leuks gezien. Maar ik ga er niet van uit.
Straks douchen, eten en dan dus de bank op. Dus ik zie je dan ook gewoon morgen. Want ik ga nu verder toch niks meer doen dan even lekker uitrusten. Want ik heb het wel eventjes gehad. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is 4 april. Ik ben klaargemaakt. En ik heb gewoon mijn dikke trui aan. Want ik vind het toch, ondanks dat de zon schijnt, nog best wel frisje. Ik hoor van heel veel mensen dat zal in de tuin zijn. Ik heb geen tuin, maar ik ben hartstikke druk. Dus ik heb ook geen tijd om op mijn balkon te gaan relaxen. Want ik ga vandaag de foto's maken die ik normaal op zondag doe. En dat komt morgen ben ik niet thuis. Zal ik zo even vertellen hoe dat zit. Ik heb namelijk morgen een verjaardag. Nu weet ik dat er, voordat er allerlei reacties komen van waarom doe je dat? Waarom ga je naar buiten terwijl we eigenlijk de opdracht hebben gekregen dit niet te doen? Het is een verjaardag bij familie. Er is heel erg lang getwijfeld of dit door zou gaan. Maar aangezien er eigenlijk de grootste groep mensen die zou komen, die hebben al gezegd, ja, wij durven het niet aan. In verband met de corona. Dus die hebben gezegd, wij komen niet. Nou, daar was volledige begrip voor. Er is ook gezegd, als je het niet ziet zitten, is daar begrip voor, kom je een andere keer. Nou ja, ik ga samen met Nathalie en met Frank. En wij zijn vooral best wel nuchter. Nathalie en Frank eigenlijk ook, maar ik zelf ook. Wij voelen niet de angst om corona op te lopen. Althans, als ik het zo mag beschrijven. Ik kan eigenlijk niet praten over Nathalie en Frank. Dit is hoe ik het voel. Maar als ik een beetje uit de appgesprekken met hun dat kan opmaken, heb ik het idee dat ze ook niet heel erg angstig zijn. Nou moet ik wel heel eerlijk zeggen, ik ben niet angstig omdat ik denk ik kan het niet krijgen. Nee, iedereen kan het krijgen. Ik bedoel, zelfs kleine baby'tjes kunnen het krijgen. Maar ook jongere mensen. Dus iedereen kan het krijgen. Alleen misschien heb ik de denkwijze heb ik van als ik corona moet krijgen, krijg ik het sowieso wel. Als het ergens voor mij al staat beschreven dat ik dat moet krijgen, dan krijg ik het sowieso wel. En natuurlijk, je probeert het te vermijden. Je probeert zoveel mogelijk binnen te blijven. Alleen ik denk dat je heel af en toe in dit soort situaties ook gewoon eventjes proberen moet om een beetje gezelligheid te hebben. Want ja, iedereen zit natuurlijk gewoon binnen. De kans is super groot omdat het super mooi weer wordt dat de verjaardag gewoon buiten wordt gevierd. We gaan gewoon allemaal ver bij elkaar vandaan zitten, maar we zijn eigenlijk gewoon met een eigen koppeltje. Dus vandaar dat wij hebben besloten om wel te gaan. Jullie mogen dit niet slim vinden hoor. Dat is ieder zijn eigen mening. Maar ik leg ook even uit waarom ik zelf dus niet zo die angst voel. Natuurlijk, de getallen die stijgen nog steeds. Dat is echt verschrikkelijk. Het is gewoon allemaal heel lastig. Hè? Iedereen probeert zich eraan te houden. Alleen er is mij van de week ook een verhaal ter oren gekomen. Ik zal niet precies uit de doeken doen hoe dat zit. Omdat het mij ook gewoon is verteld. En ik dat niet degene wil zijn die het openbaar maakt. Maar waar het kort op neerkwam is dat er iemand die vermoedde dat die corona had, toch de straat op is gegaan. En dat ook gewoon verkondigde. En dan denk ik, als die mensen die vermoeden dat ze corona hebben zich al niet aan de regels gaan houden, kun je het nooit terugdringen. Diegene had in quarantaine gemoeten, want een familielid had corona, een naast familielid waar die mee in huis leefde. Dus hij had in quarantaine gemoeten. Dat is gewoon, je hele gezin moet in quarantaine. Maar ja, als die mensen zich er dan niet aan houden, ja, wat moet je dan? Dan is er dus blijkbaar ook geen toezicht op als iemand corona heeft, dat ze dus echt in de gaten gehouden worden van, ga jij wel of ga jij niet naar buiten? Maar als jij al vermoedt dat je corona hebt, ga je niet naar buiten. Maar ik weet ook zeker dat heel veel mensen die nog gewoon, ook al hebben ze een simpel verkoudheidje, voelen ze zich niet helemaal topfit, ook gewoon of naar hun werk gaan, of gewoon naar buiten gaan. Ondanks dat er wordt gezegd, doe het niet. Er zitten altijd een paar mensen bij die daar lak aan hebben. Ja, en misschien heb ik er nu ook even lak aan. Maar ja, ik heb geen klachten.
Misschien overtreed ik nu ook de regel dat ik eigenlijk niet naar een verjaardag zou mogen gaan. Maar ja, weet je. Ja, ik vind het gewoon een beetje lastig, denk ik, ook om dit te vermelden. Omdat ik niet nare reacties wil uitlokken. Maar dit wel een beetje is hoe ik het zie. En ik gewoon eigenlijk ook gewoon helemaal klaar en moe ben met corona. Maar dat is iedereen in Nederland. Dus dat is niet bijzonder. Want iedereen die hoopt dat het snel de wereld uit is. Maar goed, dat was even wat ik wilde vertellen. Vandaar dat ik dus straks mijn foto's ga maken. Gisteravond was het echt super saai. Ik heb, nadat ik mijn afwasje heb gedaan, heb ik mijn wasje opgehangen. En ik heb zelfs maar even Lingo erop gezet. Ik mis GTSD op vrijdag echt keihard. Maar het is niet anders. Ik heb even de tv-kantine gekeken. Dat was op zich wel leuk. Het ging een beetje over het Songfestival. Sommige imitaties waren weer super goed. Maar volgens mij is dit seizoen ook ingekort. Want ik denk ook dat dit te maken kan met corona. Ja, er zat ook een scène bij van Fish à Fish en La Casa di Papel. Zeg ik dat goed? Ik weet het helemaal niet. Twee Netflix-series. Nou ja, ik ken ze allebei niet. Dus dat herkende ik dan niet. Dus daar kon ik ook niet de beoordeling op leggen. Is dit goed gedaan? Maar goed. Blijkbaar vonden anderen het heel goed gedaan. Dus ik ga zo even stofzuigen. En dan ga ik daarna eventjes mijn foto's doen. Cadeautjes pakken. En mocht er nog tijd over zijn, eventjes nog binnen journalen. Maar dat weet ik niet. Maar in ieder geval, ik vond het gisteravond saai. Ik heb nog wel naar Oogappels gekeken en naar Gossip Girl, dat was wel leuk, maar voor de rest vond ik het vrij saai, omdat ik gewoon echt niks zou doen. Nou, ik ga straks mijn oorbellen weer in doen vanavond. Ik heb ze even in alcohol gelegd gisteren, dat was gelijk een dood vliegje vloog erin. Hij is fijn. En ik ga vanavond even mijn nagels doen, dus nou ja. Ik ga even stofzagen, want ik zit alweer 7 minuten ruim tegen jullie te praten, dus tijd om wat te gaan doen. Zo, ik heb opgeruimd. Ben ik klaar mee. Alles ging vandaag verre van soepel. Foto's maken was even een beetje vervelend. Batterij van de camera is weer leeg, vind ik vervelend. Inpakken van het cadeau ging niet echt soepel, want dat ding dat stak je steeds bovenuit. Die, hoe moet ik het noemen? Ja, die punten zeg maar van dat insectenhuisje ging ook niet soepel. Ja, bij de journal heb ik iets bijgewerkt. Heb ik weer een klein stukje bijgewerkt. Was de camera weer leeg. Toen begon er een aan te likken. Ik heb gewoon mijn dag niet vandaag. Ik ben er gewoon even klaar mee. Godverdamme. Nathalie en Frank die zijn hier. Die gaan morgen om 1 uur bij hun van huis weg. Dus dan moest ik klaarstaan. Ik weet het gewoon niet. Ik ben er gewoon echt even helemaal klaar mee. Het was niet zo'n lekkere dag als ik normaal heb. En ja, soms heb je ook van die dagen. Dus ja. Vanavond kijk ik maar naar Kees & Co.
Ik denk een stukje koud van Holland. Verder heb je weinig. Ik kijk wel nog Kosserkeul en oogappels. Maar dat wordt het ook. En misschien dat ik nog even een stukje aan de vlog ga werken als mijn humeur al beter wordt. Moet ik zeggen dat de meeste mensen vinden dit weer super lekker. En het is ook wel lekker hoor, die zondag weer. Maar deze tijd van het jaar, ik ga gewoon de slechte tijd in. Ik vind het lange licht vind ik niks. Ik vind het verschrikkelijk. Dit is bij mij de tijd waarin ik eigenlijk een beetje in de depressieve fase raak altijd. En heel veel mensen hebben dat natuurlijk in de winter, maar ik heb het naar de zomer toe. Dus ja, ik ga jullie in ieder geval morgen weer zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Ik ga even relaxen, want ik ben even niet te genieten qua humor. Een hele goede middag op deze zondag. Het is 5 april. Ik zit even in een iets andere setting. Want de situatie is dat de katten hier op het kleed hebben gekotst. Die heb ik nu geen tijd om te wassen. Dus vandaar dat ik maar even zo zit. Die ga ik morgen maar even wassen. Ik ben klaargemaakt. Nathalie en Frank die komen mij zo ophalen. Dus ik ben verder klaar. Ik nog even een cadeautje in de tas doen. Ik heb een nagels gelakt gisteren. Het is weer een keer rood. Oh, daar ligt nog meer kots. Oh, wat gezellig. Godverdomme. En het is dit kleurtje. Muis. Oh, even muis uitslakken. Muis eruit, nu. Nu. Kom. Kamer. Kom. Kom, grote muis. Lopen. Zo. Het is dus dit kleurtje. Deze is van Rimmel, de Super Chill. Dat is de 041 Darling Damalia. En nou ja, goed, dat heb ik gisteravond gedaan. Ik heb Kees ook al gekeken. Was wel leuk. Was wel de laatste aflevering. Daarna heb ik gekeken naar Ik hou van Holland. Was wel herhaling. Maar ja, we zitten momenteel in de herhaling flow. Ik heb oogappels gekeken. En ik heb ook nog gekeken naar Gossip Girl. En ik heb alvast wat aan de vlog gewerkt. Dat was verder mijn avond. Ik zal even mijn outfitje laten zien. Let niet op de sloffen, want ik moet nog schoenen aan. Maar de outfit voor vandaag. Ik heb dit shirtje aan van Primark. Met onder mijn leren rokje en een maillot. Ik vond het een beetje lastig. Ik wilde ook heel graag mijn lens in, maar dat ging natuurlijk niet. Ondertussen ook even. Oh. De scherpe stellen niet meer scherp. Eventjes een doek pakken voor het overgeefsel. Ik moet zo even de cadeautjes in de boodschappenkast doen. De schoenen aan en dan zullen we wel appen als ze gaan rijden. Goed, dat dus. Ik moet even een bonnetje niet vergeten. Want mijn vader die had een cadeautje gehaald toen we in de stad waren. En dat bonnetje ligt nu hier. Dat hij anders bang was dat ze het zou vinden. Dus die moet ik even meenemen. Ik weet niet of ik jullie vandaag echt meeneem. Misschien even in de auto. Maar ik weet sowieso, mensen die er zijn willen niet op de vlog. Dus dat wordt altijd al wat lastiger. Dus ik ga even kijken of ik nog wat kan vloggen. Maar ik weet niet zeker. Ik ga even verder met dingen doen. En dan ga ik wel tot later in Frank komen. Dus dat is eigenlijk voor nu even de planning. Zo, inmiddels ook mijn schoenen aan. Ik heb gewoon mijn laars aangetrokken. Deze die ik altijd tegenwoordig vaak draag. Ik weet het is misschien een beetje zwart, maar ja, ik vond het gewoon lastig. Ik wil nog even vertellen over de plekjes van Tijgertje. Ik had natuurlijk verteld dat Tijgertje mij in mijn arm hing, maar ze heeft niet echt gekrapt. Ze heeft alleen de nagels ingezet als je nagels in de krabpaal zet. Waardoor ik gewoon twee plekjes heb. Eigenlijk. En die worden nu gewoon helemaal blauw. Het worden nu gewoon helemaal blauwe plekken. Dus dat is wel wat minder. Het goede nieuws is dat ik bijna Penosa de film heb. Daar was ik zo op aan het wachten. Ik wist niet wanneer die uitkwam. En toen kwam ik hem ineens tegen. Dus die heb ik nu bijna. Dus daar heb ik echt wel zin in. Die ga ik misschien van week wel even kijken als er niks is. Want ja, dat vond ik, die wilde ik gewoon echt zien. Ik heb alles verder klaar. Ik denk dat ik een pakje sigaretten in mijn tas doen. Bonnetje heb ik gepakt. Ik heb
even het spuug nog opruimen, want dat ligt nog daar. De camera moet nog in de waszaal. Cadeautjes zitten er al in. Dus ja, top. Ik doe even mijn leren jasje uitnemen. Ik wil even mijn winterjas mee, want ik denk dat het nog wel af gaat koelen. Aangezien we blijven eten. Dus dan moet ik even kijken. Ja, ik ga even het spul opruimen, camera en mijn tas doen. En dan ga ik jullie sowieso in de auto even mee. Heb je nog lucifers, Frank? Ja, nog 4 of 5. Oh, dat is wel lekker, hoor. Ik ben er nog bezig, man. Wij zijn er ook cadeau. Wat zei jij, Ananda? Ik ben er nog een gegeven moment bezig met dat cadeau. Ja, ook als ik het sneu vind dat jij het idee hebt. Ik ben blij mee bent. Dat ben ik wel. Want ik mag niet maar... Zo, volgens mij kunnen ze dat water wel laten zitten, hoor. Ja. Hij is wel weer uit, of niet? Ja, helaas wel. Goeie volgers. Ja, dit is top, hè, Frank. Heb je nog wat te vertellen? Nee, sprakeloos. Sprakeloos. Barbecue zonder aansteken. En maatblokjes. Aanstekers ook nog. Gaat hij nog aan, of niet? Nou, denk ik niet. Ja, wat wou je zeggen, Frank? Abonneer op GameAppje. Abonneren. Dag, doen mensen. Doe het ook niet. Vlog jij veel dan? Nee, hoor. Ik heb die Emma water. Ik heb een nachtvlees van. Nee, ik heb niet van één keer. Hoe is dat eigenlijk? Nou. Ja, dat is gewoon een feit. Oké. Zijn jullie allemaal dan? Volgende week. Lekker vuurtje, hè? Zeker. Ja, dat doet wel. Ja, dan moesten ze jou ook gewoon in actie zien dan. Dat jij gebouwd hebt. Ja, die heb ik. Ja, dag, ik ga niet barbecuen. Dat is toch leuk? Dat zien de kijkers ook jou gewoon. Nee, dat laat ik aan jou over. Dat ja, pak dat af. Dat doe ik even een tippetje. Nee. Dat levert wel iets op, hoor. Mooi niet. Ja, dat okay. Daar gaan de views. Jij staat weer met dat bier op de camera. Ja, ik lijk wel alcoholist als ik mezelf al terugzie. Ik kijk nooit, maar... Gisteren vlogde ik ook en toen ging hij ook met zijn bier in beeld. Dus hij doet het ook. Ja. Ah, net ook even een slok, dat hebben we nu ook op beeld. Ja, die is gewoon leeg, dus... Weer één voor de verzameling. Nou, als ik ga bier op je verzamelen, dan... Dat kan best wel erg zijn. Wow, lekker. Gaat goed zo. Mooie... Het ruikt wel lekker. Heb je nog wat over te zeggen, Frank? Nee, eigenlijk niet zoveel. Je bent stillig. Ja, sprakeloos. Sprakeloos. Nou, doe het maar. Hi Tom, ouwe rukker. Zwerver. Love you. Beste en mooiste baard. Als ik het gezien heb. Ja, dat is waar. Ik hou van jou, Tom. Nog meer boodschappen? Love you, wil je nou weer fijn, niet te breken. Nou, dat wil ik weer niet. Oh my god. Dat klinkt wel heel klein. Maakt niet uit, ik ben ook heel klein. Volgens mij wil hij wel dat je voor hem gaat barbecuen een keer. Ja, dat zou hij wel willen. Ja. En, ga je dat doen? Ja, misschien als ze lief is. En als ik vlees mee. Nou. Als ze lief tegen me is, dan zou ik wel als kind. Oké, en vlees meenemen dus. Nou, dat hoeft niet per se. Zo, ik ben weer thuis. Ik kom net onder de douche vandaan, dan heb ik die handen op mijn hoofd. Hebben het heel gezellig gehad. Nou ja, ik heb het niet even kunnen zien, maar we hebben dus gebarbecued. En ik weet niet, het kan zijn dat mensen hier wat van vinden. Dat was ook een van de laatste keren waarschijnlijk dat dit kon, ook met Nathalie. Omdat, ja, ze nu toch wel verder komt in de zwangerschap. En er waren heel veel mensen die gingen barbecuen. En ja, het was ook gewoon georganiseerd. Ik ga me er verder ook niet schuldig over voelen wat mensen er ook van vinden. En voordat ik negatieve reacties hierover krijg, ja... Weet je, iedereen vindt wat hij ervan vinden moet. Even scherpstellen. Dus dat eigenlijk. Ik heb nog een heel leuk dingetje gekregen van mijn moeder. Die had Nathalie meegenomen. Dat is voor Pasen. Kijk, heel leuk bolletje met een haasje erin. Die zal ik eventjes apart leggen. Zodat de katten hiermee aan de haal gaan. Het
Toen ik thuis kwam lag er nog wel nog meer spuug op de kleden. Dus die gaat morgen echt in de handvat. Dus ze zijn wel bezig geweest toen ik weg was. Beetje jammer, maar ik vind die ook wel weer heel lekker om thuis te zijn. Ik ga nu in ieder geval zo even het meisje van plezier kijken. Daarna ga ik nog even wat foto's bewerken. Ik ga nog Gossip Girl kijken en naar reacties. Dat wordt verder de avond. Ik zie jullie in ieder geval morgen weer, want ik ga nu verder niks meer doen. Dan lekker de bank op met een colaatje. Een hele goede middag op deze maandag. Het is 6 april. Ik ben klaargemaakt en ik zit hier even met muisje op de bank. Ik heb net even een van de kleden alvast in de wasmachine gestopt. Ga ik zo even de andere kleed bij doen, de tafellopertjes en eventjes mijn rokje en mijn maillot van gisteren. Want het ruikt allemaal een beetje naar barbecue. Dus ik dacht, doe ik het even in de hand was omdat het niet per se vies is, maar gewoon even dat het weer fris ruikt. Die kleden zijn wel vies, maar die doe ik even speciaal in de hand was omdat ze snel weer droog zijn. Zodat ze er gewoon weer op kunnen daarna. Ik wil met de tijd nog eigenlijk eventjes gelijkkleurige kleden halen. Want ik vind het een beetje een allegaartje. Maar dat komt wel een keer tegen de tijd dat ik weer een keer ergens kom en ik zie kleden. Maar dat is nu toch allemaal een beetje lastig. Gisteravond heb ik nog even naar het meisje van plezier gekeken. Ik heb Gossip Girl gekeken en Rex. En verder heb ik nog even mijn foto's bewerkt. Verder eigenlijk niet heel veel bijzonders. Er was gisteravond niet zo heel veel meer op tv. Dus dat heb ik eventjes gedaan. Hallo lieve muis. En ik heb een heel erg leuk nieuw spelletje. En die zal ik zo eventjes aan jullie laten zien. Althans, ik vind het heel erg leuk. Maar toen zat ik me gisteravond ineens te bedenken. Hoe leuk zou het zijn om misschien... Ja, ik vind het zelf een leuk idee. Ik weet niet wat jullie ervan vinden. Dus vandaar ook eventjes de vraag aan jullie of jullie het leuk zouden vinden om zo'n video te zien. Een soort van top met leuke spelletjes. En dan bedoel ik, ja, top 10 zou leuk zijn. Ik weet niet of ik aan 10 spellen kom. En anders een top 6 of een top 8 met leuke spelletjes die je nu kunt spelen. Ook als je alleen bent in de tijd van corona. Natuurlijk zijn ze ook leuk in de tijd als er geen corona is. Maar dan ben je misschien druk met werk of met school. Of heb je gewoon je eigen bezigheden. Maar omdat we nu toch eigenlijk allemaal niet heel veel mogen, dacht ik misschien is zoiets wel leuk. Want ik merkte bijvoorbeeld gisteren op de verjaardag. Een aantal die vinden het heel leuk om heel veel spelletjes te spelen. Nou, de spelletjes spelen hartstikke leuk. Alleen, ik ben alleen. Dus ik kan eigenlijk geen fysiek echt spelletje spelen. Want Yahtzee kan je niet in je eentje doen. Ja, eigenlijk alleen patience. Nou ja, kaartspellen heb ik nooit echt begrepen. Dat snap ik ook niet. Het lijkt me ook niet echt heel leuk. Ik speel dan liever een spelletje op mijn iPad of op mijn telefoon. Maar het meest speel ik op mijn iPad. Dus toen dacht ik, ja, misschien is het leuk om zo'n soort video te maken. Met leuke spelletjes die je kunt doen. Het gaat dan nu een beetje in de tijd natuurlijk omdat het corona is. Maar als je thuis bent. Dus laat me even weten wat jij daarvan zou vinden. Of dat je het leuk zou vinden om zo'n video te zien. Voor deze week heb ik al een video die ik wil opnemen. Maar het zou eventueel voor volgende week zou ik bijvoorbeeld zo'n soort video kunnen maken. Als jullie dat leuk zouden vinden. Ik heb niet zo lekker geslapen. Ik had er heel veel nachtmerries. Het was wel heel leuk. Want toen ik wakker werd, had ik er weer een abonnee bij. Dank jullie wel allemaal. Ook alle nieuwe abonnees. Welkom op mijn kanaal. Leuk dat jullie geabonneerd zijn. Heel erg bedankt. En natuurlijk aan al mijn abonnees die al een tijdje op mijn kanaal zijn. Jullie ook heel erg bedankt dat jullie zo trouw blijven. Ik zal even dat spelletje laten zien. Het heet... even kijken hoe het heet hoor. Het lijkt een beetje een soort van... vroeger had je dat schilderen op nummer. Dat vond ik best wel leuk. Dat heb ik ook wel een keer gedaan. En tegenwoordig heb je diamond painting. Lijkt me trouwens ook heel leuk om te doen. Ik heb al wel eens een keertje bij de Action gekeken of ik het tegenkwam. Toen zag ik weer dat ze het hadden. Maar ik weet nooit zo goed waar dat moet liggen. Dus ik ben het nog niet tegengekomen. Maar het lijkt me wel leuk om een keer zoiets bij de Action te halen. Gewoon eens om te proberen van is het leuk. En dan zou ik het bijvoorbeeld heel erg leuk vinden. Zou je zoiets altijd bij AliExpress kunnen bestellen als corona helemaal voorbij is. Het spel heet Cross Stitch. Dat lijkt dus een beetje op schilder op nummer. Ik zal jullie even draaien. Kijk, je hebt hier allerlei... Ik ga even de iPad neerleggen. Allemaal tekeningen. Ik ben nu met deze hond bezig. Ik heb nu dit gedeelte heb ik dus gekleurd. Ik zal hem aantikken. Dan druk ik op continu. Kijk, dan heb je hier allerlei kleine nummertjes. Dan ga je bijvoorbeeld de P aandrukken. Dan zie je, dat wordt allemaal grijs. Dus dat kan je nu allemaal kleuren. Als je een foutje maakt. Ik heb nu bijvoorbeeld één foutje gemaakt. Dan staat er een soort driehoekje met een uitroepteken. Druk je op dit knopje. Dan gaat hij weg.
Ik moet wel heel eerlijk zeggen, ik ben nu al een paar keer opnieuw begonnen omdat ik een fout had gemaakt en ik die te lang daarna pas achtergekomen ben en dat die gezeten was. Ik weet niet hoe je fouten daarna kunt herstellen. Dus dat moet ik eigenlijk aan mijn vader vragen, want mijn vader die zei, die kwam net in het spelletje. Nu kleur ik alles in wat de P heeft. Kijk, nu maak ik weer een foutje. Het komt heel precies. Ik zou het zelf denk ik nog het fijnste vinden. Weer fout, lekker. Met mijn... Dat is ook niet zo handig, want ik doe het nu met links. En eigenlijk ben ik rechts. Met een pen. Als het goed is moet ik ergens nog wel een pennetje hebben. Maar ik weet nu even niet waar die ligt. Nou, dan kleur je alles in wat de P heeft. En dan kan je naar het volgende nummertje. Nou, ik zie hier heel veel R. Kijk, die kleur ik nu allemaal in. En als je dan even klaar bent met spelen. Ik heb weer een fout. Oh, dit gaat lekker, Angela. Echt top. Dan heb ik weer. Dan ben ik even klaar. Dan druk ik op dit bovenste knopje. En dan ga ik hem saven. En dan kun je hem even uitzoomen. Dan heb je weer een stukje gedaan. Maar je moet dus die hele hond gaan inkleuren. Dus het is echt wel een werkje waar je best wel lang mee bezig bent. Maar ik merk ook wel dat ik het heel erg leuk vind. Ik heb gisteravond al even zitten spelen. Ik was dus al best wel ver. Maar door die foutjes kon ik hem niet een soort van terugdoen. En ik wist dus niet zo goed hoe ik dat moest doen. Ik had al wel even op YouTube gekeken. En op internet werd het me niet helemaal duidelijk. Dus ik zal dus even aan mijn vader vragen. Van als ik nou een fout heb gemaakt waar ik later achter kom. Hoe kan ik het dan weghalen? Mijn opa die speelt dus dit dus. Dus echt wel heel, ja, ik vind het echt heel erg leuk. Je kunt dan elke dag ook een filmpje kijken. Dan krijg je muntjes. En dan kun je dus later ook weer nieuwe tekeningen, geloof ik, unlocken. Maar ik ben er ook net pas mee begonnen. Maar ik wilde dit even aan jullie laten zien. En daardoor kwam ik dus op het idee om misschien een video te maken met spelletjes die je dus gewoon op je tablet of op je telefoon kunt spelen. Als je alleen bent. En ook als je niet alleen bent, maar gewoon het leuk vindt om dat te doen. Dus dat eigenlijk. Ik ga straks even bellen met degene die normaal altijd bij mij komt. Want die had eigenlijk 6 april aangehouden. Dus eventjes horen van, goh, hoe staat het er nu voor? Heb je het nu ook verlengd naar de 28e? Heb je nog... Ik had ook wat mailtjes waar ik even wat vragen over had. Dus kan ik die gelijk even doornemen. Dat is wel prettig. Ik wil eventjes zo eerst die handels aanzetten. Dan ga ik even hier lekker stofzuigen. Want het is een bende van ellende met al die stofjes. Omdat ik gisteren niet heb stofgezogen. En dan ga ik daarna ga ik even boven mijn boodschappen een beetje organiseren. En daarna ga ik gewoon eventjes bullet journalen. Ik kijk of ik weer wat inspiratie kan vinden. Daar ga ik jullie dan wel even bij zetten. Boven ga ik jullie dan niet bij zetten, want dat zien jullie toch niet. Misschien met deze camera zou het wel beter zijn hoor. Maar het is zo'n mende van ellende, dat ik schaam er gewoon een beetje voor. Dus dat eigenlijk. Dat is voor nu even de planning. Verder heb ik ook niet zo heel veel te vermelden. Ja, dat ik dus zoveel abonnees heb waar ik zo blij mee ben. Ik heb een hele handige app. Die kan ik dan gewoon refreshen. En als er dan een nieuwe abonnee bij is. Kijk, dit is de situatie. Lekker hoor. Goed, ik ga eventjes die handwas aanzetten, stofzuigen. En ik moet even weer water koken, want Tijgertje heeft weer een beetje een dicht oogje. Daar moet ik eigenlijk een keer mee naar de dierenarts. Maar volgens mij werken die nu ook nog maar heel bepaald. En het is nu ook allemaal even lastig. Dus ik ga het weer even met water doen. Gisteren al een beetje schoongemaakt, maar dat zal ik straks ook even doen. Tijd om wat te gaan doen, want ik zit alweer bijna ruim 8 minuten tegen jullie te praten. Dus laten we maar eens even aan de gang gaan. Thank you.
Zo, opgeruimd. Ik ben best productief geweest. Stof gezogen. Telefoontje is niet doorgegaan. Dat doen we nu woensdag. Dan had ze wat meer tijd. Nou, je hoort op de achtergrond de wasmachine nog draaien. Want die is nog niet klaar. Ik heb mijn kledingkast boven. Heb ik eventjes weer netjes gemaaid. Eén kant. Daar was ik natuurlijk mee begonnen. Maar ik had eigenlijk nog maar één kant gedaan. Nu heb ik weer een andere kast gedaan. Die was die ligt ook alweer netjes in de kast. Nou ja, stof gezogen. De was dus opgevouwd. Ik ben even met die boodschappen bezig geweest. De boodschappentassen zijn leeg. Maar het is eigenlijk nog niet te doen. Want ik heb gewoon te veel. Dus dat moet ik echt even een keer goed aanpakken. Maar ik mis daar gewoon eigenlijk een hele goede lamp. Dat eigenlijk heeft er een TL-licht ingezeten, heb ik gezien. Maar volgens mij is die lamp gewoon kapot. Want die doet het niet. Dus dat, nou, toen nog even geknutseld. En dat was het eigenlijk ook wel. Maar toch, voor mij doen best wel productief geweest. Nu ga ik even niks meer doen. Straks douchen, koken. Vanavond weer lekker goede tijden. Kopen zonder kijken. Neem ik even Chantal Meiland op. Dat kijk ik erna. Want voorlopig komen de afleveringen van Hoe het dan met Dolly dus niet terug van het nieuwe seizoen. Wat de reden erachter is, daar willen ze eigenlijk niks over kwijt. Maar ze hebben ook al de zwakste schakel geschrapt. En het zegt natuurlijk wel wat, omdat het allemaal met Bridget is. Dus wat de reden erachter is, weet ik niet. En ik kijk vanavond gewoon Gossip Girl en Rex. En ik moet nog even een blogbericht schrijven. En eigenlijk nog even bezig voor een blogbericht voor morgen. Dus dat is voor nu gewoon even de planning. Ik ga jullie in ieder geval morgen weer zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen dan even lekker relaxen en straks douchen. Ik vind mijn blush wel heel heftig, maar oké, geeft niet. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is 7 april. Ik ben klaargemaakt en ik ga zo meteen de douche doen, de gang en de kattenbak. Ik heb al even een handdoek van boven gepakt om de kattenbak uit te nemen. Dus dat is de planning die ik vandaag wil doen. Gisteravond heb ik gekeken naar Kijken zonder Kopen. Nou, dat was weer wat hoor. Het was een koppel die wilde heel graag een huis kopen in Haarlem. Ze hadden een budget van 390.000 euro, wat denk ik niet heel ruim is. Ze hadden ook al een appartementje, of ze woonden in een soort flatje. Dat was ook een koophuis. Maar ze wilden gewoon heel graag groter gaan wonen, dus... nou ja, wensen doorgesproken, getekend en alles. Nou, bezoektocht kon beginnen. Maar ze wilde eigenlijk per se Haarlem Centrum. En die makelaar die is zo lang aan het zoeken geweest en vond niks. Die is op een gegeven moment naar haar toe gegaan. Die vroeg van, zouden jullie een concessie willen doen? Of het woonoppervlak verkleinen? Of dat je toch je zoekgebied uitbreidt? Nou, daar moesten ze over nadenken. Toen heeft hij ze op een gegeven moment meegenomen naar Almere. Want Almere is een beetje zijn thuishaven. Daar liet hij gewoon wat huizen zien wat ze voor hun budget konden kopen. Nou, dat waren echt wel grote huizen. Dus kun je zien hoe dat in plekken kan verschillen. Dat je voor 390.000 euro zeg maar een heel groot huis kan kopen. Maar in Haarlem zat dat er eigenlijk niet in. Op een gegeven moment heeft hij, ze wilde echt toch wel Haarlem. Ik vond die man, die vond ik nog wel enthousiast in Almere. Maar die vrouw die kon zich daar echt niet toe zetten. Dus nee, het wordt toch echt Haarlem. Nou, prima. Heeft hij een huis aangekocht. Dat werd hun verteld. Ze hebben getekend. Ze krijgen 3 dagen bedenktijd. Hun gingen de dag daarna op vakantie. Dus ze zaten nog met tijdsverschil. Ze zijn 's middags de speurtocht gaan doen. Ze kwamen langs wat huizen heen en de één huis zeiden ze al, oh, ik hoop niet dat dit het is. Het had, ik moet ook wel zeggen, het huis viel wel uit de toon bij de andere huizen waren allemaal van steen en deze had een soort betonlook. En dat koppel had dus echt een beetje een grafsteengevoel daarbij. Dus ja, ze hoopten niet dat het dat huis was, maar goed, ze hebben alles laten bezinken, zijn niet teruggekomen op hun tijd, op hun bedenktijd. Dus op een gegeven moment mochten ze het huis gaan zien en dan worden ze geblinddoekt in de auto gezet bij Martijn en nou allemaal leuk. En toen kwamen ze eigenlijk over een spoor heen en toen wisten hun al, oké, dit gaat dit huis zijn wat wij eigenlijk niet wilden. Want dat lag niet zo heel, daar kwam je dus over een spoor heen. Als we hier naar rechts gaan, dan is het het. Ja, ze gingen naar rechts. Dus eigenlijk was het voor hun een flinke teleurstelling toen ze daar bij dat huis aankwamen. Nou, ze zijn binnen gaan kijken. Ja, ik vond het een mooi huis van binnen, maar dat vind ik al heel snel van het huis. De bovenverdieping vond ik wel wat klein.
Het had boven twee slaapkamers, ook een kleine badkamer. En op zolder kon je nog een slaapkamer maken. Wel vaste trap naar zolder. Dus nou, dat was allemaal top. De tuin was ook niet super groot. Maar ze hadden nog wel een soort aan de achterkant, een soort van balkon waar je ook kon zitten. Nou ja, ze waren niet super enthousiast. Ik vond die vrouw trouwens nog best wel enthousiast. Maar die man die vond het, nee, die kon zich er nog niet in zien, zeg maar. Maar dat huis was aangekocht voor 385.000 euro. Dus verbouwbudget was eigenlijk nog maar 5.000 euro. En als je flink wil verbouwen is dat natuurlijk best wel weinig. Dus ze zijn op een gegeven moment zijn ze met z'n allen weer bij elkaar gekomen. Omdat hun toch heel erg twijfels hadden van willen we hier wel gaan wonen. Toen waren er een paar oplossingen. Ze gingen gewoon verbouwen voor die 5.000 euro. Ja, dan kon je alleen de belangrijkste punten doen. Dus echt niet alles. Of ze moesten hun huidige huis verkopen. En dan met dat geld wat dat opleverde, konden ze weer investeren in dat nieuwe huis. Maar ze wilden hun huidige huis niet verkopen. Dus uiteindelijk is ervoor gekozen om te gaan verbouwen met die 5.000 euro. Ze mochten op een gegeven moment gaan kijken. Ja, en die man was eigenlijk nog steeds niet enthousiast. Ze hadden nog steeds heel erg twijfels van willen we hier gaan wonen. Ze vonden het wel heel mooi geworden hoe het was gedaan. Maar hun moesten nog steeds over nadenken. En uiteindelijk hebben ze dus toch besloten om het huis weer te verkopen. Omdat ze toch echt groter wilden. En het niet was wat, ja, vooral hij heel erg zocht. Hij baalde er heel erg van dat ze ook niet meer budget hadden. En hij zei ook, ja, ik neem je als voorbeeld dat in Almere, als ik zie wat je voor dat budget toch wel een veel groter huis kan kopen. Maar ja, dan kom je weer op het punt, dat moet je beide willen. En dat is lastig. Dus dat was niet geslaagd. Daarna heb ik naar Mailand gekeken. Was ook wel grappig. Martini werd helemaal gek van ballonnen in de auto. Het was echt zo. Snapte ik ook niet helemaal hoor. Want Erika en Maxime die zaten voorin. En Martini zat samen met Claire achterin. En Erika en Maxime die waren ballonnen aan het opblazen. Die gooiden ze dan naar achter. Die leeg, dan gingen ze weer leeg naar Claire. En die moest helemaal lachen. En Martini had echt zoiets. Nou, hou nou eens op. Nou is het klaar. Je moet op de weg letten. Nou, dat snap ik ook wel. Nou, toen werd ze nog bijna aangereden door een vrachtwagen. Dat ze zich helemaal gek schrok. En Martini vloog helemaal uit de pan. En toen deed hij op een gegeven moment een opmerking. Ja, dan moest ik nog wel lachen. Ze waren in een kringloopwinkel. Ze hadden een kast gezien. En nou, die wilden ze hebben. En op een gegeven moment kwamen ze langs een spiegel. Die vonden ze heel erg mooi. Oh, maar er stonden ze al verkocht op. Nou, zeg maar zien. Gaan ze die mensen me afzeggen hoor. Op bij zo'n vaste klant. Ik dacht echt, nee, dat kan echt niet. Hoe erg is dat? Maar het was wel weer vermakelijk. Ik heb Gossip Girl gekeken. Ik heb Rex gekeken. Ik heb mijn blogbericht geplaatst. Ik heb al wat foto's bewerkt voor een blogbericht voor vanavond. Dus ja, dat was mijn avond. Niet heel bijzonder, maar wel vermakelijk. Dus dat was wel leuk. Ik ga nu eventjes mijn dingen doen. Ik ga even mijn muziek aanzetten en dat soort shit. En dan gaan we maar eens eventjes aan de gang. Want de kattenbak die moet een beurt. En hier even lekker stofzuigen. Ik zet jullie er wel eventjes bij. Ik denk niet bij de kattenbak, want dat vind ik een beetje lastig. Maar bij de rest kan het wel. Zo, ik ben gewoon al klaar met alles. Dus ik zit nu maar achter de laptop. En dan ga ik even verder met editen. Ik heb de tablet aan de uitkant. Ik kon het dus even heyday doen. We zijn allemaal zo in de heyday in de familie. Dus ja, dat ga ik maar even doen. Ik heb hier niet bij de huurproblemen erbij gezet. Want ja, het meeste is een beetje hetzelfde. En de kattenbak vind ik nu een beetje lastig. Die is lekker schoon. De gang is schoon. De douche is schoon. Ik heb zelfs mijn keukenkastjes eventjes uitgezocht. Nou, dat vind ik echt een verbetering. Ik heb de pannenkast gedaan. Kijk, net de kranten weer erin. Pannen weer eventjes helemaal netjes gestapeld. Dus dat is die. En deze, die heb ik helemaal schoongemaakt en opgeruimd. Daar ben ik heel blij mee. Ik ga nu even editen en mijn batterij is bijna leeg. Dus ik zie jullie straks sowieso nog. Zo, even wat geëdit. Ik ben toch nog weer even lekker ver gekomen. Het is wel even prettig.
ga ik vanavond gewoon even afmaken. Vanavond heb je niet superveel televisie. Ik denk dat ik weer even Casual Trash ga kijken. Ik had nog een programma met Brit opgenomen met oudere mensen van gisteravond. Misschien dat ik dat even aanzet, maar ik denk dat ik ondertussen met de vlog verder ga. Ik krijg net een appje dat er straks weer een persconferentie is om 7 uur. Ik had hem eigenlijk niet meer verwacht. Ik zei van de week nog wat tegen iemand. Ik ben wel benieuwd of we een persconferentie krijgen. Die zei ook al, ja, geen idee. En nu krijgen we dus toch een persconferentie. Volgens mij is die last minute ingelast. Omdat er toch wel weer een aantal slachtoffers zijn gevallen. Terwijl het gisteren echt een stuk minder was. En zondag viel het ook mee. Maar goed, ja, de speculaties gaan. Omdat het ook over het paasweekend zal gaan. Maar we moeten het maar even afwachten. Dus voor mij was het even nieuw. Even het appje weg. Ik had het nog niet meegekregen. Maar goed, we gaan er straks weer even kijken. Ik ga nu in ieder geval nog even lekker relaxen. Vanavond kijk ik verder nog ook Cosmical en Rex. En ik ga nog even dat blogbericht plaatsen. En ik ga ook nog even weer foto's bewerken. Dus op zich wel eventjes lekker bezig nog. Maar dat vind ik altijd wel lekker. Ik ga bij deze nou 2 weken voor afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ik wil je in ieder geval bedanken voor het kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Dat kan er op dat rondje met mijn gezicht te drukken. En op mijn kanaal zelf, daar kun je ook dat belletje aanzetten. Krijg je de melding zodra er een nieuwe video online komt. Vond je deze video leuk, doe even je duimpje omhoog. En ik hoop je gewoon eigenlijk weer bij een volgende video te mogen zien. Doeg!